Eet je beter geen suiker als je zwanger bent. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Ja, het is nooit goed om te veel suiker te eten, hè. Of je nu zwanger bent of niet, alles met mate. Maar als je zwangerschapsdiabetes hebt, dan is het wel heel belangrijk om er goed op te letten. Nu, zoals jullie kunnen zien, ben ik zelf ook zwanger. En ik heb zoals elke zwangere vrouw een suikertest gekregen om na te gaan of ik zwangerschapsdiabetes heb. En ik vond dat echt niet aangenaam. Ik mocht dan 's morgens niet eten. En in het ziekenhuis moest ik dan dit suikerdrankje drinken. Ik moest dat flesje volledig leeg drinken. Meneer, ik heb een klein bekertje voor u klaargemaakt. Wilt u eens proeven? Kom maar. Voilà. Moet u het opdrinken, ja? En? Hoe smaakt dat? Heel zoet. Heel zoet, ja. Lekker? Nee. Nee, toch niet, hè? Dat is echt een vieze smaak. Ga maar terugzitten, hè. Dus dat smaakt eigenlijk veel zoeter dan limonade. En dat is precies alsof je pure suiker zou moeten drinken. En u heeft nu maar een klein bekertje moeten drinken. Maar beeld u in dat u zwanger bent en dat u al wat misselijk bent. En dat u dan eigenlijk dat volledige flesje moet leegdrinken in een aantal minuten. Nu, deze lastige suikertest wordt nu gegeven aan vrouwen die zwanger zijn, om zwangerschapsdiabetes op te sporen. Ze moeten nuchter komen, dan wordt er eerst bloed genomen en dan moeten ze dit flesje leegdrinken in enkele minuten. En daarna moeten ze nog eens 2 uur blijven liggen en wordt er nog eens 2 keer bloed genomen om te kijken of ze zwangerschapsdiabetes hebben. En deze lastige suikertest wordt nu algemeen aanbevolen als de beste test om zwangerschapsdiabetes op te sporen. Maar er bestaat ook een gemakkelijke suikertest. En hiervoor mag je gewoon eten, dus dit kan 's avonds doorgaan, bij de huisarts bijvoorbeeld. En dan moet je dit minder zoete suikerdrankje leegdrinken. En er moet maar 1 keer bloed genomen worden om te kijken of je zwangerschapsdiabetes hebt. Nu weet ik niet wat u zou kiezen, maar zoals de meeste zwangere vrouwen zou ik veel liever deze gemakkelijke suikertest krijgen. Maar dan moeten we ook wel zeker zijn dat we met deze suikertest zwangerschapsdiabetes goed kunnen opsporen. Nu is het zo dat in heel veel ziekenhuizen in Vlaanderen eigenlijk nog een oude opsporingsmethode gaan gebruiken, waarbij ze aan elke vrouw eerst die gemakkelijke suikertest geven. En enkel als deze suikertest te hoge bloedsuikerwaarde toont, dan gaan de vrouwen nuchter moeten terugkomen voor zo'n lastige suikertest. En dat is eigenlijk een suikertest die nog veel lastiger is dan dit drankje, want dat is dan nog veel zoeter. En vrouwen moeten in totaal dan zelfs 3 uur blijven liggen en er wordt 4 keer bloed genomen. Nu, het voordeel van die oude methode is wel dat we maar aan een heel kleine groep van zwangeren uiteindelijk zo'n superlastige suikertest moeten geven. Maar het nadeel is dan weer wel dat we niet bij iedereen zwangerschapsdiabetes even goed kunnen opsporen. Nu, waarom is dat zo belangrijk, dat we zwangerschapsdiabetes tijdig kunnen opsporen? Wel, het is een vorm van suikerziekte die ontstaat vanaf 20 weken in de zwangerschap. En het is zo dat tijdens de zwangerschap het lichaam van de vrouw via de moederkoek allerlei hormonen aangemaakt worden. En dat gaat ervoor zorgen dat het lichaam meer weerstandig wordt aan insuline. En insuline is een hormoon dat wij aanmaken via de alvleesklier en dat ons suikermetabolisme gaat regelen. Nu, doordat ons lichaam tijdens de zwangerschap dan meer weerstandig wordt aan insuline, kunnen de cellen eigenlijk van ons lichaam minder goed suiker gaan opnemen uit de bloedbaan, omdat de insuline dan minder goed gaat werken. En je krijgt dan verhoogde bloedsuikerwaarden. Nu, normaal is dat geen probleem in de zwangerschap. De alvleesklier gaat dan gewoon meer insuline gaan aanmaken, zodanig dat de bloedsuiker terug onder controle komt. Nu, vrouwen die zwangerschapsdiabetes krijgen, hebben vaak al een onderliggend probleem dat al aanwezig was voor de zwangerschap. Zij zijn vaak al meer weerstandig aan de insuline, bijvoorbeeld door overgewicht of omdat ze ongezond leven. En bovendien kan tijdens de zwangerschap hun eigen alvleesklier ook nog eens onvoldoende insuline aanmaken. En dus bij deze vrouwen krijg je dan verhoogde bloedsuikerspiegels en gaat er meer suiker van de moeder naar de baby gaan, waardoor de baby sneller gaat groeien en zwaarder wordt. Nu, het verraderlijke is dat vrouwen helemaal niet voelen dat ze zwangerschapsdiabetes hebben. Dat geeft geen klachten, hè. Je hebt daar geen last van. Maar als je dat niet behandelt, leidt dat wel tot belangrijke problemen in de zwangerschap. En zo hebben moeders met zwangerschapsdiabetes meer kans op vroeggeboorte en op zwangerschapsvergiftiging en ook meer kans op keizersneden.
De baby's zijn vaker te zwaar, waardoor je tijdens een normale bevalling meer problemen kan hebben. Schoudertje kan blijven steken, waardoor je een breuk kan hebben in de arm. De baby's hebben ook meer kans op ademhalingsproblemen bij de geboorte, waardoor ze vaker ook op een intensieve eenheid moeten worden opgenomen. Maar ook na de zwangerschap blijven deze vrouwen en kinderen een verhoogd risico hebben om op termijn echt een blijvende vorm van suikerziekte te krijgen. En we weten nu dat ongeveer 1 op 2 van alle vrouwen die zwangerschapsdiabetes gehad hebben, binnen de 10 jaar effectief diabetes zullen krijgen. Dus het is heel duidelijk dat te veel suiker in de zwangerschap gevaarlijk is voor moeder en kind. En daarom is het heel belangrijk dat elke zwangere vrouw getest wordt op zwangerschapsdiabetes. Want dan kunnen we het ook goed behandelen. Nu, hoeveel vrouwen in België krijgen nu juist zwangerschapsdiabetes? En hoe belangrijk is dat probleem nu juist? Nu, tot nu toe waren daar geen goede cijfers over. Er was nog altijd heel veel discussie van hoe moeten we zwangerschapsdiabetes nu gaan opsporen. En vandaar dat er heel verschillende methodes gebruikt werden tussen de ziekenhuizen onderling. En om daar nu eindelijk klaarheid in te brengen, heb ik samen met 7 Belgische ziekenhuizen onderzoek gedaan bij 2000 zwangere vrouwen. En we wilden weten van hoe vaak komt zwangerschapsdiabetes nu voor en hoe kunnen we die het beste opsporen. En dit was het grootste Belgische onderzoek ooit rond zwangerschapsdiabetes. En we tonen nu dat mijn nieuwe opsporingsmethode maar liefst 1 op 8 van alle vrouwen nu zwangerschapsdiabetes krijgt. En dat is eigenlijk veel meer dan we verwachten en dubbel zoveel als wat we vroeger zagen. Want oudere cijfers stonden zwangerschapsdiabetes bij maar 1 op 20 van alle vrouwen. En dat verschil is nu vooral omdat we met die nieuwe opsporingsmethode zwangerschapsdiabetes beter kunnen opsporen. En deze nieuwe methode, die ook aanbevolen wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie, raadt aan dat elke zwangere vrouw nu direct die lastige suikertest krijgt. En ze gebruikt ook verlaagde drempelwaarden om zwangerschapsdiabetes mee vast te stellen. Nu, het voordeel van deze nieuwe methode is dat we zwangerschapsdiabetes beter kunnen opsporen. Maar het nadeel is, zoals gezegd, dat is echt een lastige test. Dat duurt 2 uur. Je mag niet eten, veel zwangeren zijn hier misselijk van. Je kan daardoor ook die dag niet gaan werken. En vandaar dat heel veel ziekenhuizen in Vlaanderen deze nieuwe methode nog niet gebruiken, maar toch nog een oude methode gebruiken. Dus een methode waarbij de zwangere eerst gewoon die gemakkelijke suikertest krijgt. En enkel als die gemakkelijke suikertest te hoge bloedsuikerwaarde toont, moet de vrouw dan terugkomen voor die nuchtere, superlastige suikertest die 3 uur duurt. Nu, van die oude methode weten we dat het nadeel daarvan is dat we niet bij iedereen zwangerschapsdiabetes even goed konden opsporen. Vandaar dat wij in ons onderzoek eigenlijk een nieuwe opsporingsmethode hebben ontwikkeld, waarbij we nu die gemakkelijke suikertest op een nieuwe manier gecombineerd hebben met de lastige suikertest zoals die nu ook wordt aanbevolen door de Wereldgezondheidsorganisatie. En zo kunnen we aan onze zwangeren eerst gewoon een gemakkelijke suikertest geven. En enkel als die gemakkelijke suikertest abnormaal is, moeten we dan die lastige suikertest geven. En we tonen nu aan met ons onderzoek dat met deze nieuwe methode we zwangerschapsdiabetes op een betrouwbare manier kunnen opsporen. En zo kunnen we die lastige suikertest vermijden bij meer dan de helft van alle zwangeren. En dus dankzij ons onderzoek komen er in de loop van 2019 ook nieuwe richtlijnen in Vlaanderen om zwangerschapsdiabetes op te sporen. Nu, wat kan je zelf doen als je zwangerschapsdiabetes hebt? Wel, het belangrijkste is eigenlijk zorgen voor een gezonde levensstijl. Dus zorgen dat je niet te veel bijkomt in gewicht tijdens een zwangerschap. Meer gaan bewegen, ideaal 1/2 uurtje per dag. Maar ook zorgen voor een gezonde voeding. En het zijn vooral de snelle suikers in de voeding dat je zoveel mogelijk gaat moeten beperken. Denk aan de chocolade, de snoep, de frisdranken, maar ook fruitsap, gesuikerde melkdranken. Dus al deze zaken zal je zoveel mogelijk moeten vermijden. En dus vrouwen gaan vooral uitleg krijgen en educatie krijgen van onze diabetesverpleegkundigen en onze diëtisten. En zij gaan deze uitleg nu vaak in groep krijgen, zodat ze steun hebben aan elkaar en dat ze ook van elkaars vragen kunnen leren. De vrouwen gaan ook een metertje meekrijgen, zodat ze thuis zelf hun suikerwaarde gaan kunnen meten door middel van een vingerprik. Zodat ze zelf gaan kunnen zien, is mijn suiker voldoende onder controle door gezonder te gaan leven.
Nu, het goede nieuws is dat bij de meeste vrouwen met zwangerschapsdiabetes er voldoende controle optreedt gewoon door aanpassing van de voeding en door meer te gaan bewegen. Bij ongeveer 1 op 5 van alle vrouwen met zwangerschapsdiabetes zal uiteindelijk toch behandeling met insuline noodzakelijk worden tijdens de zwangerschap. En dat is dan een behandeling waarbij de vrouwen zelf de insuline bij zichzelf toedienen door middel van spuitjes in de buik. En dat is ook perfect veilig tijdens de zwangerschap. Nu, het goede nieuws is dat na de zwangerschap de insuline direct kunnen stoppen, omdat de suikerwaarden dan terug gaan normaliseren. Maar wat wel heel belangrijk is, is dat die vrouwen toch nog een sterk verhoogd risico hebben om op termijn een blijvende vorm van suikerziekte te gaan ontwikkelen. En vandaar dat we aanraden om ongeveer 3 maanden na de zwangerschap terug een suikertest te krijgen om te zien of ze toch geen beginnende vorm van suikerziekte ontwikkeld hebben. Want we weten dat 1 op 2 van alle vrouwen met zwangerschapsdiabetes binnen de 10 jaar effectief diabetes heeft. En als je al wat verhoogde suikerwaarden hebt kort na de zwangerschap, dan is de kans zelfs 1 op 2 dat je binnen de 5 jaar suikerziekte zal krijgen. Dus het is heel belangrijk om ook na de zwangerschap dat deze vrouwen zich goed laten opvolgen en laten testen bij de huisarts om tijdig diabetes op te sporen en te behandelen. Nu, om hierbij te helpen, loopt sinds 2009 in Vlaanderen het project Zoet Zwanger. En dat is een project dat gecoördineerd wordt door de Diabetesliga. Dus vrouwen met zwangerschapsdiabetes wordt aangeraden om zich te registreren in het project Zoet Zwanger. En dan krijgen ze elk jaar een herinnering toegestuurd om tijdig naar de huisarts te gaan om zich te laten testen voor diabetes. Nu, je kan je wel indenken dat dat voor jonge moeders een hele uitdaging is om ook nog eens na de zwangerschap blijvend en gezond te gaan leven. Ze hebben het heel druk, ze zitten met jonge kinderen, moeten terug gaan werken. En vandaar dat we met een nieuw project gestart zijn, het Melinda-project, zodanig dat we die jonge moeders kunnen ondersteunen met een app en telefonische coaching, zodanig dat ze zelf ook na de zwangerschap die gezonde levensstijl beter kunnen volhouden. Maar ook de kinderen zelf hebben op termijn een meer kans om overgewicht te krijgen en om zelf diabetes te krijgen. Dus het is niet alleen belangrijk voor die moeders om verder gezond te leven na de zwangerschap, maar eigenlijk voor het hele gezin. En het goede nieuws is dat je er ook iets aan kan doen. Dus door opnieuw meer te gaan bewegen, door te zorgen voor een gezonde voeding en een gezond gewicht, kan je je risico met 50% verlagen om diabetes te gaan ontwikkelen. Maar ook borstvoeding heeft gunstige effecten. Dus de moeders die minstens 3 tot 6 maanden borstvoeding geven, hebben later ook minder kans om zelf diabetes te krijgen. Dus kan je beter geen suiker eten in de zwangerschap? Alles met mate. Het is nooit goed om te overdrijven. Maar als je zwangerschapsdiabetes hebt, dan moet je er echt wel goed op letten. Ik heb duidelijk getoond van, kijk, zwangerschapsdiabetes kunnen we goed opsporen en goed behandelen. Maar een goede opvolging ook na de zwangerschap blijft heel belangrijk. Dank je wel. Thank you.